Ja, we zijn er nu. Is goed, jojo. Goeiedag, heren. Hoi. We zijn weer de Gierige Gasten. Mijn naam is Joost. En ik Martijn. En jullie weten misschien nog wel een keertje dat wij proberen binnen te komen als loodgieter. Ik ben een loodgieter. Van Meijer en Zonen. Dan moet het hier genoteerd staan. Oh. En er staat niks genoteerd. Nee? Nee. Oké. Oké. Ik persoonlijk kan er nog steeds niet goed door slapen. Het knaagt. Het knaagt. Het knaagt. Dus ik heb iets bedacht waardoor ik denk dat het wel gaat lukken. Namelijk, ik ga als eerste binnen. Ik ga dan de veiliger een tip geven. Jouw luister is een wc verstopt. Dus misschien moet je iemand bellen. En dan ben ik daar. In mijn loodgieters outfitje met een koffertje en een truitje. En dan kom ik samen met Julius, die zit achter de camera. Dus met z'n drieën voor de prijs van 1. Dit gaan we doen bij Body World. Bam. Wil je nog wat zeggen? Nee, Oké, nou, ik ben binnen. Nu moet ik zoeken naar een wc. En dan ga ik die laten overstromen. Oké, dit is het crew-shirtje van de loodgieter crew. Mij de taak om deze wc te verstoppen. Ik ga hem natuurlijk niet echt verstoppen. Dat moet wel lijken alsof iets aan de hand is. Ik ga nu naar beneden lopen. Zeg ik dat de wc verstopt is. Nu ga je zeggen tegen die beveiliger van joh, dus de wc verstopt. En dan komen wij. Ja. Dit is de uitgang? Ja. Dat is net ook al tegen je andere collega's. Hè? Dat is een wc op verdieping 4 die verstopt is. Oh. Dan weet je dat. Ja. Hey team loodgieter. Daar gaan we gewoon. Ja toch? Ja. Laten we even een wc'tje repareren. Ja. Kom erop. Ja, we zijn er nu. Is goed, jojo. Goeiedag, heren. Hoi. Je hebt een afspraak met Wendelin, denk ik? Ja, voor een kapotte wc, ja. Op de 4e. Oh, dat is goed. Ik ben er ook eens eerder geweest hoor, dus... Of je eventjes dan daarna achter wil lopen naar mensen? Ga ik doen. De 40 euro bespaart het zo makkelijk tricky. Het werkt keihard. Het ging zo fucking makkelijk. Maar ik vind er wel één groot nadeel aan zitten. Ja. Wij hebben nu 40 euro bespaard, jij hebt 20 uitgegeven. En we hebben het niet met z'n drie kunnen doen. Dus ik zeg, laten we nog één keer ergens proberen. We gaan het gewoon doen zonder het zaadje planten. Waar gaan we heen, baas? De Dungeon. De Dungeon. Hallo, goedendag. Martijn, mijn collega Joost, die hier is. Hallo. Belt van de wc, dus... Dit zou heel goed kunnen, dus stond hier. Zullen we even kijken? Ik weet niet of dat het gaat. Nou, het is mooi zijn dat je niks ziet, hè? En dan, ja, ik heb hier niet gewerkt, dus ik probeer al mijn collega te bereiken. Zullen wij gewoon heel even kijken naar het toiletten en dan kom ik zo bij je terug. Goed. Ja, deze spoelt gewoon door. Dit ziet ook allemaal goed uit, man. Eigenlijk moet even één iemand ontsnappen, hè? Even snel achter. Ja, maar even ontsnappen. Ik dacht, ik ga er even tussenuit proberen te sneaken. Maar die vrouw die staat hier om de hoek een beetje sceptisch te zijn. Volgens mij vertrouwt ze er helemaal niks van. Dus nee, dit is best wel een kansloze missie. Ik heb wel gewoon gezegd dat we het niet kunnen maken, of dat er niks aan de hand is. En dat we weer naar de volgende klus moeten. We hebben niks kunnen vinden. Het is toch een mirakel? Toch gek, ja. Daar maak ik gewoon een melding van en we gaan verder naar de volgende klus. Ja, toch? Ja? Bedankt jongens. Super. Ik denk dat het echt heel erg doorslaggevend is als er al zaadjes geplant. Want ja, als je daar aankomt en niemand weet van, is er gewoon een heel raar verhaal. Dat zaadje dat geplant is, geef je gewoon vrij spel. En dan kan je gewoon, denk ik, dit overal wel flikken. Ja. Maar dat duimpjes omhoog systeem, dat kennen jullie wel. Doe dat even. Reageer als je iets wil zeggen over de video. Of als je het heel erg leuk vond. En vergeet absoluut niet te abonneren. Ja, en als je volgende week weer wil kijken, wat moet je dan doen, joh? Gewoon kijken. Tot volgende week. Later. Later.